Goedenavond, het bevrijdingsjournaal van 28 april met zowaar een beetje hoopvol nieuws voor hongerend West-Nederland. In Achterveld bij Amersfoort is vandaag een topconferentie begonnen tussen de geallieerden en de Duitsers in Nederland om een einde te maken aan de hongersnood. Het gaat in eerste instantie vooral om voedseldroppingen vanuit de lucht en Tanja Braun weet er meer van. Ja, hier moet het dan gaan gebeuren. Dit vliegveld bij Den Haag is één van de 6 aangewezen plekken waar straks voedsel gedropt kan worden. En dat is hard nodig, want de winter mag dan voorbij zijn. Dat is de honger in bezet West-Nederland nog lang niet. De nood is zelfs alleen maar groter geworden. Dat komt omdat er nu ook een oorlogsfront over de Grebbelinie loopt. De hongertochten over land vanuit het westen naar Noordoost-Nederland zijn daarmee onmogelijk geworden. De rijen voor de gaarkeukens zijn ook alleen maar gegroeid. Het eten dat hier wordt bereid en uitgedeeld is smakeloos, heeft nauwelijks voedingswaarde en is vooral te weinig. In een stad als Rotterdam stierven afgelopen maand in 1 week 400 mensen van de honger. Overal in de steden zie je mensen wanhopig op zoek naar restjes eten. Maar het is niet alleen eten waar een tekort aan is. Brandstof is er ook niet. Dus nu is er een jacht op hout. Na de bomen is het nu de beurt aan tuinhekjes en kozijnen van woningen. Hele huizen worden gestript. Alles wat kan branden is roofgoed. Zelfs het asbest van wegen wordt gebruikt. En met geld kom je ook niet meer ver. De gulden is eigenlijk niks meer waard. West-Nederland is overgegaan op ruilhandel. Het is duidelijk, dit kan niet lang meer duren. Bijna 4 miljoen mensen in Noord- en Zuid-Holland en Utrecht lijden al maanden honger. Volgens schattingen komt het aantal hongerdoden in Nederland in de buurt van de 20.000. Op de conferentie in Achterveld wordt nu druk op de Duitsers uitgeoefend om vanwege humanitaire redenen voedselhulp toe te staan. Via de weg uit het oosten van het land en vanuit de lucht. Als die er komt, dan kan de hulp er in principe snel zijn. In Engeland worden al een paar dagen voorbereidingen getroffen voor de voedseldroppings. Lancasters met kisten en zakken voedsel in plaats van bommen. Het zal voor de piloten een vreemde ervaring worden. Want om zo nauwkeurig mogelijk te mikken, zullen ze soms op een hoogte van niet meer dan 100 meter hun spullen droppen. Dan kunnen ze het Duitse afweergeschut letterlijk zien staan. Alles hangt nu af van de afspraken die in Achterveld worden gemaakt en of beide partijen elkaar daarin vertrouwen. Ieder uur telt, want ieder uur vallen er nog nieuwe slachtoffers van de honger. Maar voorlopig, als je omhoog kijkt, komt er nog helemaal niks uit de hemel. Tanja Braun, wachtend op voedsel van boven. Na de bevrijding van Auschwitz in januari hoopten we even dat dit het dan was, dat we het ergste gehad hadden. Maar we weten inmiddels, de nazi's hadden nog veel meer kampen waar ze Joden, verzetstrijders, politieke gevangenen, Roma en Sinti martelden en vermoorden. Correspondent Wouter Zwart is in Buchenwald, 2 weken geleden bevrijd door de Amerikanen. Er waren toen nog 21.000 gevangenen. Ja, de gevangenen waren er heel slecht aan toe. Ziek, uitgehongerd, uitgeput. Meer dan 50.000 mensen zijn hier afgelopen jaren om het leven gekomen. Vermoord. De geallieerde opperbevelhebber generaal Eisenhower en zijn stergeneraal George Patton zijn hier nu naartoe gekomen om het met eigen ogen te aanschouwen. En ze zijn geschokt. Een van de ex-gevangenen demonstreert hier hoe ze in het kamp gemarteld werden. De generaals besluiten dat de hele wereld dit moet zien. Te beginnen met de inwoners van Weimar, een dorpje hier net 10 kilometer verderop. De inwoners krijgen een uitnodiging van het leger. Ze denken in het begin nog even dat de Amerikanen een leuk uitje voor hen hebben. Een verzetje op een mooie lentedag. Voor al het oorlogsleed dat ze hebben moeten doorstaan. Gestoken in mooie kleren, haar netjes gekapt, gaan ze te voet naar het kamp. 1500 man sterk, zelfs het hondje gaat mee. En dan komen ze aan. Concentratiekamp Buchenwald. Een attractie om de hoek. Het duurt even voordat ze beseffen waar ze zijn en wat ze zien. Op de achtergrond kijken kampoverlevenden mee. De stemming slaat radicaal om. Ze worden gedwongen om te kijken. De inwoners van Weimar vertellen dat ze hier nooit van geweten hebben. Wir haben es nicht gewusst, klinkt het keer op keer verontschuldigend. Wouter, we horen hier ook verhalen over gevangenen uit nog niet bevrijde kampen die met witte busjes naar Zweden worden gebracht. Wat weet jij daarvan?
Ja, dat klopt. De Zweedse graaf Bernadotte heeft, terwijl het naziregime op instorten staat, een akkoord gesloten met SS-leider Himmler. Die Himmler wil blijkbaar nog even een wit voetje halen nu de oorlog bijna voorbij is. 15.000 gevangenen, vooral uit Scandinavië, maar ook uit Nederland, gaan naar Zweden. Zoals een groep gevangenen uit het vrouwenkamp Ravensbrück, zo'n 120 kilometer van Berlijn. Ze wisten niet wat ze zagen toen de witte busjes voorreden. Sommigen dachten dat ze geselecteerd waren voor de gaskamer. Een paar honderd Nederlandse vrouwen verlaat zo die hulle der vrouwen. De vrouwenhel, zoals dit kamp wordt genoemd. De reis is gevaarlijk, want men moet dwars door oorlogsgebied. Ze worden beschoten, gebombardeerd. Eenmaal in bevrijd Denemarken en Zweden is het feest. De vrouwen worden als helden verwelkomd. Ze weten niet wat hun overkomt. Terwijl de vrouwen in Zweden nieuwe kleren, medische zorg en vooral eten krijgen, is de situatie voor de achterblijvers afschuwelijk. Ze horen de Russen dichterbij komen, maar ze zijn bang dat de nazi's ze alsnog vermoorden om hun sporen uit te wissen. En dat die angst terecht is, ja, dat hebben we wel gezien bij eerder bevrijde kampen zoals Bergen-Belsen, Buchenwald en Auschwitz. Wouter Zwart, over een onzekere tijd voor mensen die al heel veel te verduren hebben gehad. Ik heb nog opmerkelijk nieuws uit Italië. Daar is Benito Mussolini vermoord. Tussen 1922 en 1943 was hij de sterke man van Italië. Maar zijn rol was al een tijdje uitgespeeld. Mussolini was op de vlucht voor de geallieerde opmars in Italië. Hij werd herkend en samen met zijn maîtresse en enkele getrouwen doodgeschoten. Hun lichamen zijn daarna naar Milaan gebracht, waar ze werden getoond aan een uitzinnige menigte. En later werden opgehangen aan de gevel van een benzinestation. Curieus genoeg is er vandaag ook nieuws over de man die Mussolini lang de hand boven het hoofd heeft gehouden. Adolf Hitler is vandaag getrouwd met zijn maîtresse, Eva Braun. Het bestaan van een vrouw naast Hitler is voor het Duitse publiek altijd weggehouden. Dit zijn zo ongeveer de enige beelden van de twee samen. De lezing was dat Hitler geen tijd had voor een vrouw of enige vorm van familieleven, omdat hij zich volledig moest wijden aan het Duitse volk. Dat is dan kennelijk vandaag niet meer het geval. Het huwelijk is in de bunker bij de Reichskanzlei in Berlijn voltrokken met het Rode Leger op hooguit enkele honderden meters afstand. En hoe wanhopig de verdediging van Berlijn is, blijkt wel uit deze beelden. Werkelijk iedereen wordt nu opgetrommeld om de Sovjets te weerstaan. Na jonge jongens en oudere mannen worden nu ook vrouwen actief ingezet bij de verdediging van de stad. Van een fatsoenlijke training is geen sprake meer. Na een half uurtje oefenen moeten ze zich maar met een panzerfaust zien te redden. Dat is het einde van dit bevrijdingsjournaal. Morgen zijn we in Arnhem, of wat daarvan over is. Inmiddels zijn de Duitsers daar verjaagd. Maar waar overal in ons land de bevrijders toegejuicht werden door een dolblije bevolking, troffen ze in Arnhem lege straten. De stad in puin, uitgestorven. De mensen zijn weg. Dat en meer. Morgen even voor 8:30, direct na dat andere journaal. Goedenavond.